eurotop van 97. En we komen terug op die eurotop, omdat het deze maand de laatste maand is dat Amsterdam gebruik maakt van de diensten van Klaas Wilting en burgemeester Patijn. En natuurlijk, bij zo'n afscheid vergeet je de dingen die niet goed zijn gegaan. Er wordt alleen lovend gesproken over Klaas Wilting als politiewoordvoerder, zijn eigen stijl, zijn eigenaardigheden. Maar waren er ook niet wat andere zaken? En was die eurotop wat dat betreft niet het dieptepunt in de carrière van Klaas Wilting? Het was zeker geen hoogtepunt in de carrière van Schelter Patijn. De burgemeester die, en dat bleek achteraf, onwettig artikel 140 toepaste. Die zich daarna sterk maakte voor het invoeren van wetten voor bestuurlijke aanhouding. Een burgemeester die op zijn naam heeft staan dat hij de grootste aantallen onwettige arrestaties liet gebeuren. De burgemeester die als eerste treinen vol, Italiaan in dit geval, deporteerde. We laten daarom dit materiaal uit 97, materiaal uit de archieven van Mysterie en Kleurnet, nog maar eens zien. De eurotoprellen. Een situatie die eigenlijk een schandvlek is op het blazoen van Amsterdam. Herinnert u zich nog 350 Italianen die er volgens Wilting helemaal niet waren? 350 Italianen in een trein die gewoon gedeporteerd werden. Achteraf onwettig. Achteraf onjuist. Maar een excuus, ach, dat kon er niet af. Maar hoe ging dat toen in 97 ook alweer? Het begon met een mars tegen de werkloosheid. Want die eurotop was net als de eurotop in Nice. Een gelegenheid waarbij heel veel demonstranten uit heel Europa bij elkaar kwamen. En toen werden er werkelijk belangrijke dingen besloten, want dat verdrag van Amsterdam had met name op het gebied van werkloosheid wel iets belangrijks. Dat wil zeggen, er zou een afstemming komen tussen allerlei landen over regelingen op het gebied van de arbeid. En men vreesde, met name de linkse groeperingen, en dan hebben we het niet over de PvdA, maar de Socialistische Partij bijvoorbeeld, vreesde dat dat zou leiden tot een soort gelijktrekker van de arbeidsomstandigheden. En dan niet omhoog, maar omlaag. De arbeid zou gaan naar de plek met de slechtste arbeidsomstandigheden en met de slechtste regelingen, want dat zou dat het goedkoopste uitkomen en dan trok de arbeid daar naartoe. En omdat dat binnen Europa mogelijk was, zou dat leiden tot een verlaging van het algemene niveau van arbeidsomstandigheden. Nou, heel veel mensen waren in Amsterdam gekomen uit de hele wereld om te demonstreren. En we laten wat beelden van zien. En dat was heel ludiek. Maar er werd ook heel veel politie achter de hand gehouden. En dat optreden van de politie bleek achteraf onterecht. Er werden bij Frankrijk mensen gearresteerd op verdenking van een criminele organisatie te zijn. En later was daar geen enkele grond voor. Het bekende verhaal: 5 zakmesjes en 12 bivakmutsen waren alles wat gevonden was aan wapens van deze autonome groepen. Heel veel paniek. En daar is duidelijk de schuld van Klaas Wilting en Schelter Patijn aantoonbaar. Zij waren degene die naar het publiek die acties verdedigden met dikke verhalen over autonome, geweldzoekende anarchisten. En waren dat anarchisten? Nee. Het waren voor het grootste gedeelte mensen zoals u hier ziet. Mensen die gewoon kwamen demonstreren omdat ze vreesden dat het verdrag van Amsterdam ongunstig zou uitpakken. Dat de euro ongunstig zou uitpakken. En ondertussen weten we dat die euro natuurlijk eigenlijk een grote misrekening is geweest. Dat die er nooit had mogen komen. En dat het verdrag van Amsterdam, waar Kok met name verantwoordelijk voor was, en de broer van Schelter Patijn, laten we daar niet onduidelijk over zijn, die had het allemaal georganiseerd, maar dat het eigenlijk een schande is geweest. Want die euro, daar zitten we nou wel mee, maar die trekt ons land de inflatie in.
We hebben te maken met een kwakkelende economie in sommige delen van Europa. En er is geen mogelijkheid meer om regionaal, dat wil zeggen dus voor Nederland, daar iets aan te doen. We gaan mee in de totale stroom. Maar laten we eerst eens even luisteren naar hoe dat ging toen in 1997. Demonstraties. Demonstraties voor werk tegen de euro. En had men niet gelijk? Zijn we er ondertussen niet achter gekomen dat het feit dat dat allemaal via de achterkamertjes even geregeld werd, eigenlijk het belang van de burger niet heeft gediend? 56% van de Duitsers is tegen de euro en in Nederland misschien nog wel meer. Maar het werd geregeld. Het werd geregeld tijdens de Eurotop in Amsterdam. Daar werden de finale besluiten genomen. En dat was toch wel erg jammer. En misschien hadden deze mensen die dus demonstreerden tegen die euro eigenlijk groot gelijk. Achteraf moeten we ze gelijk geven. En als u deze demonstraties ziet, en het was juni en het was redelijk weer en warm, dan vraag je je af hoe heeft het zo uit de hand kunnen lopen. Want het vredesdetachement onder leiding van commissaris Wilde, die op straat de zaak regelde, deed ontzettend goed werk. U ziet ze af en toe hier die agenten meelopen met de demonstratie, gewoon in uniform, zonder schilden. En het idee was dat als je met de demonstranten meeliep, vriendjes werd, maar ook begrip toonde voor hun positie, voor hun denkbeelden, dat je dan meer invloed zou kunnen uitoefenen en als het ware samen zo'n demonstratie tot een succes kan maken. In de zin van dat de burger, de media kunnen zien wat men wilde. Nou, eigenlijk is dat heel goed gegaan. Maar dan was er de andere kant. Er waren ook de ME. Aangestuurd vanuit de helikopter. Aangestuurd vanuit het hoofdbureau. En dan komen we op die rol van Klaas Wilting. En van de hoofdcommissaris in die tijd. Het was de tijd dat Kuiper begon aan te treden. En dat er beslissingen zijn genomen die achteraf gewoon niet klopten. Toepassing van artikel 140. Maar ook het inzetten van die ME. En ik liep er in die tijd bij. En dat ziet u aan de beelden. En ik zag dat de aanpak van het vredesdetachement wel werkte. En zo gauw er ME was. Mannen die erop wilden losslaan. En dit affiche was een van de affiches die toen in de straten hingen, dat niet werkte. Maar kijken we nog eens even naar die demonstratie. Thank you.
Naast recht op werk werd hier ook heel duidelijk voor recht op woningen gedemonstreerd. Eigenlijk was deze demonstratie vooral bedoeld om het sociale gedeelte van Europa. De zorg voor de armen, de zorg voor de mensen zonder werk, voor de mensen die tekortkomen, onder de aandacht te brengen van de leiders op de Eurotop. En hier zien we de politie. Heel rustig tussen de demonstranten en zo hoorden we het ook. Hoogstens kunnen we opmerken dat, en dat halen we uit de papieren van de ordendienst van deze demonstratie, dat er 50 man platte petten voorzien was tegenover 5000 man ME. Nou, er waren wat meer platte petten, maar niet zodanig dat die verhouding echt rechtgetrokken werd. Niet dat iedereen ging demonstreren. Dit zagen we op het moment van de demonstratie op het houten platform op de Herengracht. Dat heeft ook een zwak geld gekost. En de vraag is maar of het echt gewerkt heeft. De meeste concerten, zeker die overdag, waren niet echt druk. Dat kunt u hier zien. Dit was na het concert van het Promenadeorkest. Op zaterdagmiddag. 'S Avonds was het wel druk, maar toen hingen die vervelende helikopters er weer boven. Want daar heeft iedereen zich wild aan geërgerd. En het leuke was dat de burgemeester, toen hij er waarschijnlijk zelf genoeg van kreeg, het gewoon kon afblazen. Want toen was het over. Waarom kon dat de eerste dagen niet? Eén van die kleine waarheden of kleine leugens. Hier zien we de mensen van de ordendienst. Die hebben enorm goed werk gedaan. En ze waren ook goed herkenbaar. Chômage betekent werkeloosheid. En ook hier weer geen politie, maar iemand van het Rode Kruis. Dat is heel verstandig. Op die manier wek je geen agressie op. Want hier op het Leidseplein waren de gemoederen al aardig verhit. En even later zou de slag rond het politiebureau op de Marnixstraat uitbreken. De mannen van de parkeerdienst hadden het even rustig. En als je zo naar de kleuren kijkt, rood en zwart, dan zou je haast denken dat de burgemeester gelijk heeft. Dat iedereen maar opgepakt moest worden omdat ze lid waren van een anarchistische of autonome of chaotische beweging. Maar dit waren demonstranten. Vrij rustige demonstranten die opkwamen voor werk. Voor Europese eenwording op een manier waarbij ook diegenen die het niet zo breed hebben, die geen werk hebben, geen woning hebben, aan hun trekken komen. En volgens de burgemeester is dit dus het volk wat je gewoon zonder proces, zonder wettelijke grond kunt oppakken.
En een excuusje achteraf, dat kon er van de burgemeester niet af. We hebben hem gevraagd of hij geconfronteerd wilde worden met een van de slachtoffers die in het ziekenhuis was geslagen. Maar daar had hij geen tijd voor. Net als de heer Wrakking. Er was toch niets gebeurd? Het is toch allemaal goed gegaan? Kortom, de grote waarheid van de burgemeester tegenover de kleine waarheid van de demonstranten, van de mensen die geslagen zijn en van de politiemensen op straat. De grote waarheid van het persdorp, 3500 geaccrediteerde journalisten, u weet ondertussen wat dat betekent, en die misschien 100 of 200 lokale journalisten, die zonder politiepersekaart, want daar zijn we tegen. Een politiepersekaart doet denken aan beroepsverboden. Een politiepersekaart is een uitvinding van de politie om journalisten onder de duim te kunnen houden. In Nederland ben je journalist als je dat zegt. En als je van je hoofdredacteur een perskaart hebt, en gelooft u me, zelfs bij de Telegraaf hebben ze geen politiepersekaarten, maar werken ze met een eenvoudige kaart waarop staat dat de hoofdredacteur verzoekt om medewerker voor deze of gene persoon. Dat is een perskaart. En die werd dus door de Amsterdamse politie en zeker door de ME niet geaccepteerd. We laten u later nog zien dat ik persoonlijk gemolesteerd ben door de politie om 2:00 s'nachts toen ik de Italianen die op de trein werden gezet wilde filmen. Al die journalisten die dus ook deze demonstratie versloegen, naar beste weten, waren natuurlijk partijdig. Een van de redenen waarom de voorlichter van de burgemeester zei dat er geen interview kon komen is omdat ze zei, u bent partijdig. Ja, natuurlijk ben je partijdig. Als journalist moet je een mening hebben. Als journalist moet je ergens voor staan. Als je ergens nergens voor staat, ja, dan kun je wel in zo'n helikoptertje boven de stad gaan hangen. Maar dan heb je geen boodschap. Partijdigheid voor een journalist is niet per definitie slecht. En zeker geen reden om dan als voorlichter, als burgemeester, maar te zeggen, wij geven u geen interview. Wij komen niet met die praten. Natuurlijk wel met AT5, maar daar geeft de gemeente dan ook 1,4 miljoen subsidie per jaar aan. En al moet ik toegeven dat de heer Van Rooyen, de burgemeester, het vuur na aan de schenen heeft gelegd. Wat dat betreft, deze keer wel kritisch. Maar het is een gevaarlijke situatie als wij van de lokale Salto-omroep minder de ruimte krijgen. U ziet hier, hier zijn de mensen van het vredesdetachement. Deze mevrouw, ze heet geloof ik Margot, is een inspecteur van de politie die met de demonstranten meeliep. Later zullen we in een interview met commissaris Leo Wilde laten zien dat dat een heel welbewuste aanpak was. Ja, en hier gaan we op de fiets weer even achter de politiewagens aan, want we hadden in de gaten dat er wat misging. Nou, dat is wat rommelig, achter zo'n politiewagen die je dan bijna van de weg rijdt. Maar we hadden in de gaten, er was iets aan de hand. En we gingen dus naar het Centraal Station. En inderdaad, daar was iets aan de hand. Namelijk de Italianen. U kunt het een beetje zien. Daarboven staat ME bij een trein. Een trein die aan de buitenkant inderdaad met graffiti is bewerkt. Maar het lijkt me toch stug dat een aantal mensen in de trein zittend aan de buitenkant een trein kunnen beschilderen. Misschien hebben ze dat al eerder gedaan op andere stations. Maar dan lijkt het nog dat de politie dan toch niet zomaar mensen uit een trein kan halen en hun ergens van kan beschuldigen. Want wie heeft het dan gedaan? Maar ja, dat blijkt een beetje de aanpak te zijn. Iedereen wordt maar opgepakt. Ja, wat er nu precies aan de hand was, was op dat moment niet duidelijk. Later is gebleken dat die mensen met een speciale trein gekomen waren. Eerst dacht men dat ze geen kaartjes hadden. Toen zijn ze stilgezet. Ja, zal er best wat misgegaan zijn als je een paar duizend man in een trein even stilzet. Een half uurtje, dan worden ze natuurlijk opstandig. Wie lokt wat uit dan? Maar het scheen nogal mee te vallen. In ieder geval, er is uiteindelijk één compartiment tot schuldigen verklaard. En die worden hier dan afgevoerd. En daar had men 1500 man ME voor uitgerukt. Er was geen politie, behalve bovenop het station. Geen platte petten dus. Achteraf heel jammer. Heel treurig dat hij daar niet
als bemiddelaar konden optreden. Want van communicatie was geen sprake. Die politiebusjes blijven dicht. Die mensen kunnen niet door de raampjes heen praten. Dit waren de Italiaanse kompanen, de leiders van de Italiaanse delegatie. Die probeerden wat te doen. En hier staat de ME. En nu wordt op een gegeven moment opgeroepen tot actie. Men gaat lopen. Heel dreigend, die traangasgeweren. Was dat nou wel nodig? Zoals u ziet waren er nauwelijks demonstranten. Er kwamen wat mensen van de ordendienst, maar er waren geen demonstranten. Hoogstens een aantal Italianen die gewoon tussen de politie doorliepen en vroegen wat is er aan de hand. Er werd ondertussen onder meer gebeld met de ambassadeur. Door deze meneer. Die probeerde de zaak op te lossen. Geen sprake van agressie, geen sprake van geweld. Bezorgdheid over hun kameraden. Wat is er aan de hand? Je kunt goed zien, de Italianen verstaan het allemaal. B-sectie, van de Bravo 30, voorwaarts. Bravo 10, langzaam voorwaarts, richting de ruiterkade. Bravo 30, teken naar links. En nu ziet u de politiepaarden komen, maar u zag ook de gele jekken van de mensen van de ordendienst van de demonstratie. Die probeerde de zaak af te schermen. Bravo 10, rechtdoor, rechtdoor. Bravo 30, linksaf, terug. En hier kwamen de eerste gewelddadigheden. Boze burgers die zeiden, waar is dit voor nodig? En zoals u ziet, er waren geen demonstranten. Er was helemaal geen behoefte om daar met zoveel geweld op te trekken. Er waren geen gewone agenten. Eerst die pesca. Zakken. Eerst die pesca. Rustig man. Ja, kom op. Hij mag even pakken. Zijn we elkaar aan het lopen? Ja, kom op. Geef u de camera. Ja, en zo gaat dat in het gedrag. Hup, werd ik eventjes door de mannen in de tang genomen. Hier was helemaal geen demonstratie. Er was nauwelijks reden om deze brug te bezetten. Ja, daarachter moesten wat busje wegrijden, maar ze hadden hier rustig kunnen stoppen. Er was geen reden om verder op te rukken. En het was tegen de afspraken met deze ordendienst. Waarbij gezegd wordt dat de politie niet zou oprukken als de mensen gewoon geen geweld zouden plegen. Of hier is sprake van provocatie door de politie. Hier gaat men verder dan nodig. En nogmaals, er waren geen platte petten, er waren geen tolken, slechts heel agressief kijkende mannen. En dit waren de mannen die me net even te pakken namen en daar nog smalend over lachten. Dit zijn de gezichten van de mannen die inderdaad goed geleerd hadden hoe ze een beest moesten zijn. Intimidatie. Dit is heel duidelijk. Dit is onnodig. En daar, de mevrouw met de rode jas en het gele jekje, is van achteren twee keer op haar hoofd geslagen. Een hersenschudding en naar het ziekenhuis. We laten de camera hier even lopen, omdat we kunnen willen laten zien dat er helemaal geen sprake was van agressie, stenen gooien, geweld. Ja, deze meneer had me behoorlijk bedreigd.
Maar hij begreep ook wat op die fout zit. Dus hij heeft zelf excuus gemaakt. Ja. Nou, aardig. En op dit moment weet dus nog niemand wat er echt aan de hand is. Er was sprake van Italianen, de helikopter was er. Er was sprake van een trein die leeggehaald werd. Maar niemand wist echt wat er aan de hand was. Niemand heeft iets uitgelegd, ook niet aan de pers. Ook niet in het Italiaans. De Italianen die daar een beetje verder stonden te praten, te telefoneren, u zult dat zo zien, waren helemaal aan hun lot overgelaten. Hier was behoefte geweest aan geïnformeerde politie. En u ziet het. Er is geen sprake van een demonstratie. Er is sprake van een rij mensen die probeert de politie af te schermen. En had het wel gekund, natuurlijk, er zaten er. En hier hebben we dan een wel agressie. Waar zitten die dan? In die trein. Wat zijn dat voor mensen? Italianen. Wat? Hoeveel zijn dat er? Hoeveel? Duizend mensen worden er nu daar opgepakt. En zij, die nazi's, die beschermen een Europa. Een Europa wat Hitler's idee was. Deze jongeman is dus wel van de koop. En bijna zo dat je de GGD zou roepen, want hij staat stijf van de spiek. Maar het waren deze mensen van de orde die hem tot de orde doen. En die wordt niet leeggelaten omdat de demonstratie er komt nu. Er zijn een heleboel mensen tegen verweer gekomen. Die vinden gewoon dat de Italianen de trein uit moeten. Het is ook het minste wat je kan doen. En dan voorkom je problemen en dan zou je minder problemen krijgen. Maar dit machtsvertoon, dat is gewoon eigenlijk ja, Europa ten top. We hebben niks meer te zeggen. Ik sta hier nu ter bescherming eigenlijk van... Jullie zijn van de orde dienst? Wij zijn van de orde dienst van de demonstratie. U ziet, er zitten wel een aantal mensen op de straat. Dankjewel. Maar die zitten te wachten op het moment dat er toch geen verkeer is. Dat is de trend waar niet door. De mensen zijn wel fijn. Niet te dan spreken. Want we staan op dit moment stand van Hoeken met zijn bootje aan en van de zaak van de andere kant te bekijken. U heeft dat op A1 gisteren kunnen zien. Er is geen sprake van een demonstratie. Die ene wat opgewonden jongen is in de kwang gehouden. Er zijn geen autonomen. Er zijn wat mensen in wat alternatieve kleding. Maar dit is geen mensen. What's happening here? Dit is een Europarlementariër. It's a first meeting of European Greens, Reds, young people against nuclear power plants, against unemployment. It's wonderful to see some young anarchists from Italy together with some old French ladies who do not understand any English, any Dutch, and they are coming here old and saying, "Oh, we are against unemployment in Europe." I like this mixture, and I hope that the police is not going on escalation, but that the old muse of the Netherlands, as if it would be the most liberal country of the world, is useful for a European rally, for Europe which is in solidarity with Africa and the poor of the world, and in solidarity with the poor within Europe. Great, she said it all. Ondertussen waren de Italianen een flink stuk verder aan het telefoneren geslagen. Ze hadden de ambassadeur bereikt, maar u ziet nog steeds geen geweld. Bezorgde mensen. Niemand van de politie erbij,
geen luidsprekerwagens om duidelijk te maken wat er aan de hand was. Er zitten wat mensen op de grond, maar duidelijk niet met de bedoeling daar een oorlog te ontketen. Men zit gewoon te wachten op wat gebeuren gaat. En nu is er een Italiaan die wat agressief wordt. En dezezelfde jonge man weer. Nou, je kunt goed zien, de journalisten lopen rond, de lijn is nog intact en toen ging er wat mis. Wij kropen op dat moment op een paal om te kijken wat daar gebeurde. En toen reed er een bus zomaar door de lijn heen, terwijl er dus geen sprake was van enige agressie van de kant van de demonstranten. Er waren helemaal geen demonstranten, er waren gewoon een aantal mensen die op de straat zaten. En toen was er een zot en ik aarzel niet omdat een misdadige ME'er met een verbeten bond, en ik zag het, maar mijn camera ging de andere kant uit. Een absoluut losgeslagen type die met één busje zo nodig door de linie moest rijden. En toen ging het dus mis. Ik sprong naar beneden en maakte dat ik het vege lijf redde. Daarom ziet u nu een stukje wat er niet was. De mensen trekken zich ondertussen terug, maar er is daar een ware veldslag geweest. U heeft dat kunnen zien op het NOS-journaal. Er reed een busje door de linie heen. De gele jassen gingen open, lieten hem door. Maar toen reed dat busje tegen een aantal mensen aan die daar op de straat zaten. U zag, er was helemaal geen sprake van een demonstratie. Er rijden zelfs weer auto's en dit is een paar minuten daarna. Ze gaan met een busje demonstranten. Ik ken je op dit. Varkens! Ze zitten in de hersenen, hoor. Dokter! Sorry, dit kan toch niet? Dit is schandalig, sorry hoor. Dit is gewoon puur machtsvertoon. Dit meisje bleek dus later. Dus is gewoon buiten iemands waarde. Iemand die er gewoon tussenin staat. Are they gonna try it again? Ja. En dit meisje bleek dus een half uur later, doordat ze twee slagen op haar hoofd had gekregen, naar het ziekenhuis te moeten met een hersenschudding. We hebben contact met haar gezocht en in de rest van deze uitzending gaan we in op haar geval. Haar kleine waarheid tegen de grote waarheid van deze ME. Die hier misschien zelfs wat trots kijkend, maar deze man heeft in de gaten dat het toch echt niet goed was wat daar gebeurde. Deze uitlokking, deze intimidatie, het sloeg nergens op, het was niet nodig. Later zult u zien dat de heer Wilting, de persvoorlichter van de politie, zelf dorst te beweren dat het nodig was om hier op te treden, omdat de bussen hier weg zouden moeten gaan. U heeft vast ook op het NOS-journaal gezien dat de bussen gewoon bij het station naar de rechterkant onder het hotel daar wegreden. Er was dus geen enkele reden om hier met een bus doorheen te rijden. Er was geen enkele reden om op de grond zittende mensen in te rijden. Die sprongen op, klommen op het busje. En toen ontstond een vechtpartij en toen trapte de ME op. En nu is de peer los. Nu wordt er voort opgetreden. Nu gaat men, zonder dat er verder reden voor is, de hele zaak ontruimen. En nog steeds geen duidelijke platte petten, slechts intimidatie, geweld, provocatie. Was er sprake van een enorme mensenmassa hier? Nee. Het ging om een relatief geringe groep. U zult dat daar zien, de Italianen die daar op de grond zijn gaan zitten. Niet in de weg van de bus, niet in de weg van de tram. Ja, er zullen wat auto's niet door hebben gekund. Maar deze mensen waren alleen maar bezorgd. Deze mensen. Het is nu blauw van de raven hier, dames en heren. Het is echt helemaal alleen maar politie. En als ik hun was, zou ik gewoon naar huis toe gaan. Want als ze dus inderdaad nog langer blijven, dan wordt het alleen maar een bende. Het hoeft helemaal niet. Ze moeten gewoon oprotten naar het Frederiksplein of zo. Want het is gewoon alleen maar een akkefietje of een incidentje met zo'n bus. En hoor de helikopter maar weer. Het is weer precies zoals 20 jaar geleden, 15 jaar geleden. Het is gewoon puur uitlokken en gezeik dit. Dankjewel, Fabrice. Ik zal blijven zitten.
Fabrice de Hoend. Een van de mensen die het zag. Maar ondertussen was de rust een beetje teruggekeerd. Kijk maar, het werd een toeristische attractie. Oh, ik ben John. Ja? Op dit moment zijn er een aantal Italianen die staan in bussen, zitten in bussen. Op dit moment is de Italiaanse ambassadeur aan het onderhandelen om ze of vrij te krijgen of iets anders. Want de aanklacht is nog niet duidelijk. Het schijnt in eerste instantie dat ze een trein hebben vernield. En nu schijnen ze gewoon zonder kaartje te hebben gereisd. Ze zitten nu allemaal vast, 1000 man en meer eromheen. Heb je het gevoel dat er wat overdreven is gereageerd door de politie? Niet wat, heel veel. Die uitval die hier plaatsvond met een auto die de massa inreed, was dat verantwoord? Absoluut niet, maar ik heb het vaker gezien van de Nederlandse politie. Dus wat dat betreft verbaast het me niet meer. Dankjewel. Italianen zaten nog steeds op straat. Maar toen heeft weer een of andere, ja, ik moet haast zeggen, toch wat gestoorde politiebevelvoerder besloten dat deze mensen weg moesten. Deze mensen zaten heel rustig te wachten op wat er gebeurde met hun kameraden. Niet onterecht, geen uitlokking. En zoals u later zult zien, waren ze ook bereid weg te gaan. Maar de arrestatiebusjes stonden klaar. Dit zijn de gevaarlijke mannen. Dit is de methodiek waarbij mensen in burger achter de linie staan en gaan arresteren. Dit zijn de mannen die eigenlijk als een vijfde kolonne. U wilt niet zeggen waarom er zoveel burgerpakken zijn? Heeft niks met uitlokking te maken? U hoort het, Klaas Wilting, de man die het in de stad voor het zeggen heeft. Nou, wat ons betreft, we hebben hem een aantal keren kunnen betrappen op ernstige leugens. Een voorlichter die, wat ons betreft, onder de maat is. Iemand die beweert dat hij hierbij was, maar dan had hij ook wel wat kunnen doen. Is dat een bedreigement? Oh nee? Dat is een hele goed bedoelde waarschuwing. Oké. Er zijn geen stenen hier. Een paar alternatievelingen die ondertussen wat stonden te juichen, maar de Italianen waren gewoon teruggegaan. Waarom dan toch nu een charge? Waarom nu toch opdringen? De afspraken tussen de organisatie en de politie waren dat als de demonstranten niet opdrongen, er geen actie zouden komen. Er was hier geen gewone politie, nergens te bekennen. Dat is eigenlijk een ernstige fout. Jammer dat het vredesdetachement ergens anders bezig was, maar ook deze mensen hadden moeten beseffen en de leiding had moeten beseffen dat hier gewoon platte petten hadden moeten staan. En u ziet het, er wordt opgerukt. We hadden er een mooi overzicht over, deze actie. Een onterechte, intimiderende, provocerende actie. De Amsterdamse politie op zijn slechtst. We gaan met Klaas Wilding praten. Dat gesprek had overigens plaats op zondagavond. Dus na de eerste dagen van het weekend en voor de rellen van maandag en dinsdag. Er zijn niet alleen politiemensen uit het hele land, maar ook politiemensen uit de hele wereld hier, uit Europa. Bent u nog steeds woordvoerder voor al die mensen? Uit de hele Europa, dat vind ik heel erg aardig bedacht. Nou, ik neem aan dat we van de week ook nog wat beveiligingsbeamtes van andere zeg maar politiekorpsen krijgen. Nee hoor, absoluut niet. Wij hebben 5000 politiemensen hebben beschikbaar, waarvan 2500 hier uit ons eigen regiokorps en 2500 van buiten. Als u doelt op de verschillende delegaties die wellicht persoonsbeveiligers bij zich hebben, dan heeft u natuurlijk gelijk. Er zijn delegaties bij die hebben persoonsbeveiligers bij zich, maar die zullen in elk geval niet ingezet worden bij beveiliging zoals wij dat doen. Meneer Wilting, misschien hoort u hem net niet, maar de helikopters boven de stad en mensen vinden dat bijzonder storend. Hoe ziet u dat?
Ja, ik kan me best voorstellen dat mensen dat storend vinden. Zeker als het mooi weer is en je wilt op je balkon zitten. Want die dingen maken nogal wat leven. Dus wat dat er gaat is het storend. Alleen wij hebben ze wel nodig. Omdat wij met die helikopters en vanuit de helikopters in elk geval kunnen zien wat er hier op de grond allemaal gebeurt. En vooral als er demonstraties zijn. Dan is dat natuurlijk heel belangrijk om dat ook te kunnen volgen. Ik kan u zeggen dat wij, wat dat er gaat, zelfs de beelden kunnen volgen hier in het Hoogbureau. Dat wordt door heel veel mensen ook gedacht. Er worden aan alle kanten opnames gemaakt van demonstranten vanuit de lucht, vanuit wagens. Is dat zo? Dat klopt ook, ja. Wat gebeurt er met dat materiaal? Ik kan u zeggen, wij maken opnamen vanuit de lucht. En in principe wordt dat niet eens opgenomen. Dat is alleen maar noodzakelijk voor een commandant die hier zit en die de zaak in goede banen kan leiden. Precies weet wat er allemaal op straat gebeurt. Politieeenheden ergens naartoe kan sturen. Dus wat dat er gaat, hoeft niemand zich daar zorgen over te maken. Tenzij iemand rottigheid uithaalt. Kijk, hier in onze stad is het nog steeds zo dat als je je gedraagt op een normale wijze, heb je geen last met de politie. Maar als je rottigheid uithaalt, met stenen gooit, politiemensen belaagt of bijvoorbeeld banden steekt zoals het hier gisteren is gebeurd, dan heb je grote kans dat je door ons wordt gearresteerd. En dat is gisteren nog gebeurd met degene die er hier voor het Hoogbureau van Politie deed. Toch heeft u gisteren gezegd dat er niemand gearresteerd was gisteren? Gisteren niemand gearresteerd. Gisteren zijn er in totaal zelfs 10 mensen gearresteerd als ik over de hele dag ga kijken. De trein met Italianen die op het station was aangehouden, zijn die mensen gearresteerd? Of wat is daarmee gebeurd eigenlijk? Ja, gisteren hebben wij onder 31 Italianen gearresteerd op het Centraal Station. Die zijn meegenomen naar een politielocatie. Vervolgens hebben we daar de zaak bekeken. Ze waren in principe gearresteerd voor openlijke geweldpleging. Het was voor ons heel moeilijk om de zaak te individualiseren. Vandaar dat wij hebben besloten om ze in elk geval niet in Amsterdam toe te laten, maar weer terug te sturen naar Italië. Dat betekent dat wij ze allemaal weer hebben gebracht naar station Sloterdijk. Daar zijn ze op de trein gezet. Alleen, het was toen voor ons een groot probleem om de trein helemaal door Nederland en door Duitsland heen te krijgen. Vandaar dat de mensen toch enige uur in de trein hebben gezeten. Maar wij hebben in elk geval gezorgd voor een lunchpakket, zodat ze in elk geval toch met eten terug konden gaan in de richting van Italië. Een van de opmerkingen die we hoorden van de mensen van NS was dat er aan de noodrem getrokken was en dat niemand wist hoe dat op dat moment moest worden opgelost omdat de juiste NS-employee er niet was. Nou, dat kan. We praten even over twee situaties. De eerste situatie toen de trein uit Utrecht richting Utrecht hier naartoe kwam. En wij werden gewaarschuwd door de spoorwegpolitie dat er vernielingen waren aangericht. En de tweede situatie waar u het over heeft, dat is de situatie later op de avond. Toen ze al in de trein zaten op het station Sloterdijk, ging in de richting van het Centraal Station. Toen is er inderdaad een paar keer een noodrem getrokken. Hoe dat precies verder is gegaan en wat de spoorwegen daaruit hebben gedaan, dat weet ik niet. In eerste instantie was het verhaal dat deze mensen geen kaartjes zouden hebben. Dus dat ze daarom de trein stil was gezet. En dat in de tijd dat de trein stil heeft gestaan, die mensen opgewonden geraakt hebben en de zaak vernield hebben. Ja, ik weet niet waarvoor ze kaartjes nodig hadden. Maar als je hier gaat demonstreren in Amsterdam, want dat verhaal hoorde ik ook, dan heb je absoluut geen kaartje nodig. Dus ik begreep dat verhaal niet helemaal. Dat was het verhaal wat de Italianen in ieder geval wisten te vertellen. Ja, dat zou best kunnen, maar ik hoefde niet te reageren op datgene wat de Italianen vertellen. Ik kan u alleen maar zeggen dat wij werden gewaarschuwd door de spoorwegpolitie dat er vernielingen waren aangericht in de trein. En daarvoor zijn ze in de richting van Amsterdam gekomen. Als gevolg van dat oppakken van die 131 mensen is er een enorme situatie ontstaan rond het Centraal Station. Wat is er in uw visie gebeurd? Nou, ik wil niet zeggen dat er een enorme situatie is ontstaan. Wat er is gebeurd is dat de Italianen die wel uit de trein mochten en die vermoedelijk ook kennissen, misschien familieleden in het voorste compartiment hadden, dat die daar een sit-down demonstratie hebben gehouden. En vervolgens hebben andere lieden, denk ik met minder eerbare bedoelingen, hebben zich daartussen gemengd. Vervolgens is er ook door een aantal met stenen in de richting van de politie gegooid. Vandaar ook dat wij zijn gaan optreden daar te plaatsen en enkele charges hebben uitgevoerd. En daarna is denk ik de rust weer teruggekeerd. Ik heb daar zelf de situatie bekeken, want ik was erbij. En ten tweede heb ik later ook nog gekeken of er schade was aangericht. En ik moet zeggen dat er nauwelijks schade is aangericht. Meneer Wilting, we waren daar gedurende de hele tijd. Er is door niemand met stenen gegooid. Er is wat geroepen, er zijn foto's gemaakt. Wat wel gebeurd is dat op een gegeven moment er door een politiebus van achter het cardon ingereden werd op demonstranten. Ongevraagd, provocerend. Daar zijn toen wat klappen gevallen. Dat is toch niet de schuld van de demonstranten? Even, dat is de visie zoals u die weerlegt. En ik vind het ook prima. En als u daar beelden van heeft, dan moet u dat ook volgens mij uitzenden. U heeft aan mij om een verklaring gevraagd. En ik heb u de verklaring zojuist gegeven. Ja, maar u zegt dat er met stenen gegooid werd en dat er dus van de kant van de demonstrant iets gedaan wordt. Wij stonden daar met Eva, een of andere Europarlementariër. En we stonden een interview te doen. Er werd helemaal niet met stenen gegooid. Hey, nogmaals, dat is uw visie op het geheel. U heeft aan mij een verklaring gevraagd over zoals ik dat zie en zoals het daar gebeurd is. En dat is het verhaal zoals ik u zojuist heb verteld. Vandaag tijdens de Legalize
demonstratie bleek steeds dat er een soort competentiestrijd gaande is tussen de platte petten en de ME. Is dat zo en hoe komt dat? Nou, er is absoluut geen competentiestrijd. Waarom zou dat zo zijn? Kijk, wat wij in principe doen, wij willen in principe graag mensen in een gewoon uniform en als het enigszins kan met platte pet de zaak laten regelen. Dat kan niet altijd, vandaar dat dan ook ME achter de hand wordt gehouden. Dat is ook vandaag gewoon gebeurd. Er is absoluut geen competentiestrijd, want het wordt niet beslist op straat. Het wordt hier beslist, hier binnen in het hoofdbureau van politie, wie moet gaan optreden en wat er gaat gebeuren. Wordt die beslissing genomen op basis van informatie van de mensen op straat of op andere gronden? Uiteraard op basis over het algemeen van de mensen op straat, tenzij men door luchtwaarnemingen andere situaties kan bekijken. We hebben een aantal gevallen gezien dat er afspraken waren tussen de demonstranten en de politie ter plekke, met name commissaris De Wilde trad daar zeer tactisch op. En dat de ME dan toch begon in ieder geval dreigend te chargeren. Nou, dat is natuurlijk flauwekul wat u nu aanhaalt. Want ik ben zullen het aan de beelden laten zien, meneer Wilting. Ik kan u zeggen, ik ben daarbij geweest. Wat er is gebeurd, zo af en toe dreigde gewoon de demonstratie een andere richting op te gaan dan de richting zoals wij gezamenlijk hadden afgesproken. Vandaar ook dat... Als u zegt gezamenlijk, wie bedoelt u dan? Dat bedoel ik de organisatie en de politie. Er waren afspraken tussen de mensen op straat van de organisatie en de politie en niet met u? Nee, niet met mij. Nee, dat klopt ook. Nee, ik heb het ook over wat er op straat is gebeurd. Maar dat was zeker niet het geval op het Visserplein. Nee, daarom zeg ik ook. Ik heb het erover wat er op straat is gebeurd. Dus maar waarom is er dan toch een ME gaan optreden? Ik zeg u al, de ME is niet gaan optreden. Wat heeft de ME gedaan? De ME heeft een linie gevormd en die heeft er gewoon voor gezorgd dat de mensen in elk geval in de richting zijn gegaan. Althans, de demonstratie in de richting. Uit de beelden blijkt heel duidelijk dat de demonstratie al vertrokken was voordat de ME aankwam rennen. Als u mij nou eventjes laat uitspreken. Kijk, u kunt er wel elke keer tussen duiken. Dat vind ik wel heel erg aardig hoor. Want dan krijgen we gewoon gezamenlijk een twistgesprek. Maar ik denk niet dat dat de bedoeling is. Ik denk dat u mensen wil informeren. Want dat is volgens mij bij u ook altijd nog het hoogste goed. Vandaar ook dat wij de ME hebben neergezet. Gewoon op de straat een bocht hebben laten maken. En vervolgens ervoor hebben gezorgd dat de demonstratie is gegaan in de richting zoals wij dat gezamenlijk hadden afgesproken. Even wat andere vragen. Gisteren was er zaten er 300 of 500 Italianen op de straat. En toen kwam er een charge of gingen wagens oprijden. En een brave politieman zei in het Nederlands dat ze weg moeten omdat de kruising vrijgemaakt moest worden. Dat leek me buitengewoon dom in die situatie. Oh, dat zou best kunnen. Dat zou best kunnen. De kruising moest inderdaad vrijgemaakt worden. En waarom? Omdat de grote bussen er doorheen moesten waar de Italianen in zaten. Daar zaten 131 Italianen. Die zijn toch via de achterkant weggegaan? Nee, die zijn niet via de achterkant weggegaan. Die zijn via de voorkant onder het hotel daar. En die hadden dus helemaal geen last van die 300 Italianen die daar zaten. Nee, wacht even. De bussen, die Italianen zijn aan de voorkant eruit gehaald. Voorkant van het Centraal Station. Daar stonden ook de bussen klaar. En daar vandaan zijn ook de bussen vertrokken. Maar die werden toch niet tegengehouden door die demonstranten? Nee. Meneer Wilting, u was erbij. Dat heeft u toch gezien? Als u mij nou eventjes laat uitspreken. Kijk, ik laat u ook uitspreken als het noodzakelijk is. Als u mij even laat uitspreken, dan is het zo dat de bussen uiteindelijk zijn vertrokken aan de voorkant. En die zijn gegaan in de richting van Amsterdam-Zuidoost. Dat is wat er gebeurd is. En die hebben dus totaal geen last gehad van die mensen die op straat zaten? Oh, dat zou best kunnen, maar daar hebben we het ook niet over. Daar heb ik het wel over. Oh, maar ik heb het erover. U beweert dat die mensen weg moesten omdat de bussen erdoor moesten. Nee, ik zeg tegen u dat de bussen aan de voorkant stonden, dat de bussen daar ook langs moesten. Was er één goede reden om dat kruispunt vrij te maken? Uiteraard was er een goede reden om het kruispunt vrij te maken, om ervoor te zorgen dat de bussen er doorheen konden. Ja, maar die bussen zijn via de andere kant weggereden. Nee, daarom zeg ik ook. Die kruising moest gewoon vrijgemaakt worden, maar we kunnen zo nog een half uur doorgaan. We hebben de beelden erop hele stuit. Dat is prima, toch? Oké. Wat me opviel is dat er geen herkenbare tolken zijn bij het politiepersoneel, nog bij de ME. Nou, ik kan u zeggen, later ben ik geweest bij het station Sloterdijk. Hebben wij twee collega's naar voren gehaald die alle twee perfect Italiaans spreken, omdat het Italianen zijn. En die hebben daar de zaak verder geregeld. Toch is op straat voor de Italianen, voor het Centraal Station, was absoluut niet duidelijk wie ze konden aanspreken. Nee, dat klopt ook. Ik denk dat het ook voor de mensen daar niet duidelijk was ten aanzien van de tolken. Maar uiteindelijk zijn de mensen wel geïnformeerd. We hebben overigens ook heel duidelijk met de organisatie gesproken van de grote demonstratie die daar ook bij betrokken waren. En er zijn later ook gewoon goede afspraken gemaakt. De ME'ers hebben een wat andere houding tegen de pers dan de mensen in uniform. Ik ben gisteravond op het station, toen de Italianen werden weggevoerd, gemolesteerd door de mensen van de ME. Hoe komt het dat die mensen zo weinig respect hebben voor de pers? Heeft u daar een klacht over ingediend? Die lag vanmorgen om 2:12 hier bij de afdeling voorlichting. Prima, dan zal die uitgezocht worden. Meneer Wilting, ik heb een vraag. In een kranteninterview bleek dat alles dubbel is. Er zijn dubbele teams voor alles, behalve de woordvoerder. Nou, dat weet ik niet of er geen dubbele teams zijn ook voor de woordvoerder. Er zijn hier heel wat mensen die met publiciteit bezig zijn. En er zijn ook een van mijn collega's bijvoorbeeld, die is op dit moment heel nadrukkelijk bezig in de persdorp. Iedere agent die je iets vraagt, zegt ga naar Wilting. In de kranten staat dat Wilting bepaalt dat er wel gedemonstreerd moet worden. Bent u de nieuwe burgemeester of wat?
Ik weet niet wat er allemaal in de krant staat en wie er wat bepaalt, dat weet ik ook niet. Maar in elk geval, ik ben alleen maar woordvoerder. Ik breng alleen maar naar buiten datgene wat als beleid hier wordt gemaakt. En de gegevens daarvan breng ik naar buiten. Dus ik ben niet degene die het beleid maakt, maar dat gebeurt gelukkig op een andere plaats. Dus ik mag het alleen maar vertalen naar buiten toe. Dank u wel. Okay. Ja, na deze grote waarheid van Klaas Wilting gaan we gewoon even kijken naar wat leuke dingen. Een van die concerten. Niet erg druk bezocht, maar was toch wel aardig om te horen. En we laten u straks de beelden zien waaruit duidelijk bleef dat met name bij de cannabisdemonstratie het optreden van de ME op het Visserplein onterecht was. En ook de beelden van de ME die mij 's nachts moest molesteren, perskaart afnemen enzovoorts. De grote waarheid is dat het rustig was. De kleine waarheid? Wie plaatste die bloemen op de Dam? Was dat geen uitdaging? Was dat dan niet te verwachten dat uiteindelijk die gebruikt zouden worden als projectielen om mee te gooien? Politiegeweld. We komen er toch nog op terug. De klachtencommissie had ons verteld dat het rapport de 10e openbaar zou worden. De 1e november naar de gemeente was gegaan, of naar de burgemeester. Maar het is 19 november geworden. Toch laten we u nog even zien wat we denken dat er getoond moet worden. Nieuw materiaal wat de afgelopen week in ons bezit kwam. Nieuw materiaal waarvan we ook zeggen, als u betrokken was bij die rellen, neem het even op, zet even de videorecorder aan. Of als u mensen ziet die u kent, neem even contact op met het Autonoom Centrum 612-6172. Die zullen we een kopie van deze band geven. Het is materiaal opgenomen door wat journalisten die ook aanwezig waren. En pas nu boven water gekomen. En het laat een aantal details heel goed zien. Onder andere onze beschuldiging tegen de man die voor het Centraal Station door de demonstrantenlijn heen reed. Door de bewakingsdienst van de demonstranten. En waarbij het dus goed misging, onder andere met Marjolein Ruis. Heel belangrijke beelden die we graag laten zien. En ook nog even Klaas Vaak, want die staat weer uit zijn nek te lullen. We beginnen onze reportage over Euro, bij het Centraal Station, bij wat er staat. Meneer, mag ik eens vragen? Ja, ze moet het zelf weten, als ik er altijd rond in die tuin. Dat zijn wel bij. Ja, ik hoor het. Mag ik iets vragen? Dat is die perskaart van de meneer. Ja, is dat. Is het een goede perskaart? Iedere aan de stad politie man. Maar mensen veel plaatsen in de brug. En hoe laat komen ze aan? Ze zijn hier al lang. Dat is belachelijk, ze mogen niet demonstreren. Ze worden nu aangehouden. Ja, dat is toch belachelijk? Ja. En waarom, die mensen komen helemaal uit Italië om te demonstreren. Free Europe en zo. En dan worden ze vastgehouden. Hoe zit dat dan? Leg dat eens uit. Leg dat eens uit. Nee, leg dat eens uit. Met een voorlichter. Nog eens. Ja. Kom maar op. 21. 25.
Bij uw vragen moet je niet bij Klaas. Hij heeft een antwoord naar het land. Rond deze situatie heeft hij heel wat leuke dingen verteld. En dat blijkt steeds meer. Een schande eigenlijk voor de Amsterdamse politie. Een schande voor de politiemensen die ook kregen. En veel Belgen al. Ik zag daar heel veel Belgen natuurlijk ook door de... Meneer Wilting, mag ik even vragen? Wat is er precies aan de hand? Waar? Hier. Hey! Alle arrestanten onmiddellijk vrij! Alle arrestanten onmiddellijk vrij! Alle arrestanten onmiddellijk vrij! Sorry, mag ik vragen, wat is nou precies gebeurd? Er zijn een paar problemen geweest met een groep mensen in de trein. En de anderen wachten hier totdat die vrij zijn. En wij willen gewoon dat iedereen nu terug gaat naar de Dam, want daar hebben we de manifestatie. Dank u wel. Wow! Hey! We laten dit dus nog maar een keertje zien om duidelijk te maken dat hier zonder enige aanleiding een auto op de mensen inreed. Deze meneer klimt erop, dat is op zich. En wat daar gebeurt, kunnen we niet anders beoordelen dan poging tot doodslag. Die politieman, die misdadiger, die schurk daar, die dus wel bewust poging deed om die vent van die auto te rijden en met 80 kilometer wegreed. Dat noemen wij poging tot doodslag. En dat was het begin van wat serieuzere rellen rond het Centraal Station. Maar deze beelden waren zeer belangrijk. Want ze laten zien dat daar iemand zonder enige aanleiding en helemaal niet om een of andere tactische reden ook gewoon wegreed door de linies. Klaas Wilting heeft daarover gelogen. Die zei het was nodig om de bussen die daar overigens achter goed weg konden door te laten rijden. Dus deze man is degene die de oorzaak van was dat daar onder andere Marjolein Ruis in het ziekenhuis werd geslagen. Dat was een van de meisjes in de gele pakken. Een zaak, we hebben nu pas deze beelden gekregen, waaruit heel duidelijk blijkt dat hier de fouten gemaakt zijn. En dat Klaas Wilting daar heel vlakbij was, maar toch stond te liegen. Deze man, deze politieagent die daar zeker poging tot doodslag op zijn geweten heeft. En die we eigenlijk nou eens hopen dat hij boven water komt wie dat was. En dan willen we deze beelden nog wel eens een keer aan die commissie geven. Maar hier is het begonnen, want toen ontstond er een klappartij, overigens... Even wijzen op dit mevrouwtje die gewoon er doorheen rijdt. Een wat oudere mevrouw die dacht, wat is dit allemaal? En door de menigte rijdt. We laten u de beelden weer rustig verder zien. Maar het geweld dat u nu gaat zien is dus uitgelokt voor dat station. Nadat de Italianen zijn afgevoerd, of tijdens het afvoer van de Italianen, is er dus zonder enige reden op de mensen ingereden op een hele nare manier en gepoogd iemand van een auto af te rijden met een kilometer of 80. En toen ging dit dus gebeuren. Niet... Zoals vaak getoond wordt, eerst stenen en toen politie. Nee, het was andersom. Deze mensen waren terecht kwaad. Er waren mensen het ziekenhuis ingeslagen. Misschien vraagt u zich af waarom we 3,5 jaar na dato dit toch nog laten zien. Waarom we het weer oprakelen. Ja, dat is eigenlijk vanuit een soort historische verantwoordelijkheid. Want
Klaas Wilting vertrekt. Die wordt spelleider of speldeelnemer op de televisie. Scheldepartijn gaat met pensioen. En dan wordt de indruk gewekt alsof het fantastische burgemeester en politievoorlichters waren. En misschien waren ze dat ook wel in hun eigen ogen en in de ogen van de mensen aan de kant van het gezag. De mensen die de status quo willen verdedigen. Maar wij vinden dat we toch even de andere kant moeten laten zien. Moeten herinneren aan Klaas Wilting zoals hij toch sinds de dood van Hans Kok optrad als politiewoordvoerder die niet te vertrouwen was. Die als hij A zei, B bedoelde of C verheimelijkte. En een burgemeester Scheldepartijn die mensen deporteerde. Die mensen liet oppakken. Die zich druk maakte voor bestuurlijke aanhouding. Die eigenlijk de razzia's en de deportaties in Amsterdam weer teruggebracht heeft. Iets wat sinds de oorlog eigenlijk niet meer kon, is weer terug. Er worden mensen opgepakt. Er worden illegalen bijeengedreven. En af en toe zegt de rechter, zoals in het geval van de mensen uit Frankrijk, zoals afgelopen weken bij razzia's die in de stad plaatsvonden, af en toe zegt de rechter, dat kan niet. Maar dan zag je Peper en Scheldepartijn die dan bij de minister van Binnenlandse Zaken pleiten voor een wet, een aanhoudingswet die dat wel mogelijk maakte. Maar waar het eigenlijk op neerkomt is dat, hoewel de gemeenteraad herhaalde malen heeft gezegd dat er in Amsterdam geen razzia's mogen zijn, dat het oppakken van illegalen niet het doel mag zijn van acties, zien we dat steeds vaker. Ja, wordt er dan gezegd, we zoeken naar wapens, we zoeken naar dit en die illegalen zijn toch maar gevaarlijk. En we moeten ze toch maar terugsturen. Maar dat vind ik, en mijn naam is Luc Sala, dat we dat niet mogen vergeten. Dat deze Klaas Wilting en deze Scheldepartijn verantwoordelijk waren voor een sfeer in de stad die je toch wel geëscaleerd geweld kunt noemen. Dat als je begint met razzia's, je moet ook verwachten dat illegalen bijvoorbeeld zich gaan wapenen. Dat er geweld ontstaat. Dat mensen zich bedreigd voelen in hun bestaan. Als illegaal is, als je teruggestuurd wordt, dat toch een heel gevaarlijke zaak. Als je uit een land komt waar je vervolgd bent geweest. En dan is het misschien begrijpelijk dat dat soort mensen grijpen naar wapens. Dat er racepartijen door de stad ontstaan, dat er geschoten wordt. En natuurlijk, de mensen die dat doen zijn schuldig en verantwoordelijk. Maar er ligt ook een verantwoordelijkheid bij de overheid. Die dat in zekere zin uitlokt. Die beloftes over het niet opjagen van illegalen schijnbaar toch naar zich neer kan leggen. Ongestraft. De politiek doet er niets aan. Wat dat betreft kun je zien, wel zeggen dat zelfs de linkse politiek in ons land een rechtse regentenkasten heeft opgeleverd. Wat ons betreft dus aan het eind van het jaar 2000, Klaas Wilting en Scheldepartijn in een wat ander historisch perspectief. Dit was Kleurnet. En we zijn er iedere dag van 4 uur 's middags tot 7 uur 's morgens. En u kunt dit programma over 3 uur nog een keer zien en opnemen.